dat 2755 mensen een koninklijke onderscheiding krijgen. En dat is een geweldig mooi aantal. Maar wat ik nog veel mooier vind, is dat 90%... Meneer Lammers, met welk smoesje hebben ze u hier vanmorgen naartoe gelokt? Nou, mijn vrouw die werd gebeld en die zei van Harry, die moet op het huis komen. En toen dacht ik van, die krijgt misschien een lintje. Die doet veel voor, hij is predikant en hij doet veel voor de Armeniërs en hij is sociaal bezig. En ja, ik heb wel allerlei dingen gedaan in mijn leven, maar zo belangrijk vond ik dat eigenlijk nooit. En ja, dan komt er af en toe eens een gedachte, want ze zijn toch niet zo gek dat ze mij daarvoor willen hebben. Vanmorgen zei mijn vrouw, je moet toch ook maar een jasje aandoen met een stropdas, want ik ben een truienman en iedereen heeft een jasje aan en dan moet je niet uit de toon vallen. Nou, onderweg hier naartoe kwamen we Harry tegen, toen dachten we, nou, Harry krijgt een lintje. Toen we hier naartoe liepen, voor het gebouw, toen stond er een deur open voor een trouwzaal en daar werd ik ineens naar binnen getrokken. Ik begon een beetje te dagen, want ik zag Harry niet. Nou ja, en er zitten allerlei mensen in het complot. Ze zijn er misschien al een jaar mee bezig. Maar ik had niks door. Eigenlijk niet. Af en toe gaat er een lampje branden. Maar ik zeg van, oh, zo belangrijk is die. Dat overkomt mij niet. De namen van de kinderen te noteren en voor te lezen uit de Bijbel, kwam aan het licht dat u zelf niet kon lezen en schrijven. Victoria, heel mooi. Niet die bij elkaar schrijven, dat is heel mooi. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Lang leef de koning. Hoera! 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 Ik heb als jonge Almeloer meegelopen in de demonstratie Johnson Moordenaar. En ik heb meegedaan aan de anti-kernraketdemonstratie en andere demonstraties, ook al van de vakbond. Onlangs was ik nog op de tv, zeggen de mensen, ik heb zelf niet gezien. Toen ik bij GroenLinks op de Dam stond. En dat was een paar weken geleden.